De oorlog in Oekraïne woedt door en bij de inwoners ontstaan grote tekorten. Vooral de vraag naar voedsel, medicijnen en slaapzakken is groot. De Stichting Oekraïners in Nederland is daarom druk bezig om deze goederen in te zamelen. Ook regelen zij het vervoer per vrachtauto naar Oekraïne. Hier komen dus ook heel veel mensen, vrijwilligers, die dan allemaal helpen de goederen sorteren, verzamelen. De goederen komen vooral van burgers en ook van bedrijven die dan donaties doen. En zo proberen Oekraïne ondersteunen in deze humanitaire catastrofe wat ons land helaas beleefd. Een paar weken geleden toen het allemaal begon, hebben wij dus een oproep geplaatst op verschillende social media kanalen. En wij hebben dus laten zien wat we echt nodig hebben. Ook in het vorm van donaties. Dat kan natuurlijk geld, dat kan dus goederen, dat kan hulp als vrijwilliger in meerdere aspecten. En dat ging als een vuurtje. De mede-eigenaar van AZ Express heeft een persoonlijke reden om te helpen bij deze actie. Ik kom zelf uit Azerbeidzjan, dat is voormalige Sovjet-Unie. Dus wij hebben ook met oorlog te maken gehad. We hebben ook agressie gekend, dus we hebben ook vluchtelingen gekend. Dus dat helaas, die gevoelens komen ons bekend voor. En ja, nu in de 21ste eeuw maak je zo'n onvoorstelbare gebeurtenis. Hè? Nog geen 2000 kilometer verderop. Ja, en dan zie je beelden, zie je kinderen, zie je gebroken zielen, gebroken levens, noem maar op. Dus wij dachten, we moeten iets doen. Ook Yara heeft een mooie actie opgezet. Ik vond het heel erg zielig voor die kinderen en ik wou graag knuffels geven, zodat ze elkaar een beetje kunnen troosten. Hoe ben je daarop gekomen, op dit idee? Ik zag Hero 5x5 en toen dacht ik daaraan om actie te starten. En die liggen hier allemaal? Je hebt een hele auto vol meegenomen? Ja. Leuk. Ga je ze ook helpen met alles inladen? Ja. Heb je zelf ook gewoon veel van je eigen knuffels? Ook van mijn broertjes heel veel. Zolang het nodig is, blijft Stichting Oekraïners in Nederland goederen inzamelen. We stoppen niet en daarom vraag ik ook hierbij onze oproep. Alsjeblieft, als je nog aan het doneren bent, ga vooral door met verzamelen van goederen. Wil je wat donaties doen? Wij hebben ook een stichting op onze website, staat dus ook vermeld, waar een donatie kan ontvangen worden, op welke rekening. Maar vooral ook met goederen, en daar denken wij echt aan medicamenten dus, met calorierijke, langhoudbare voedsel en hygiënische spullen en slaapzakken. Dus alsjeblieft, stop niet. Wij gaan niet stoppen. Wij gaan gewoon door. En willen wij ook iedereen bedanken die tot nu toe zijn bijdrage heeft geleverd. En gaan we zo door.